De leerlingen van basisschool De Klinker in Borsbeek ruilen de schoolbanken deze week in voor een circustent. Van jong leren tot trucjes met een diabolo, ze kunnen het allemaal. De iets oudere kinderen, maar ook de allerkleinste. Iedereen doet mee. Allemaal met één gemeenschappelijk doel. Een eigen circusvoorstelling. Wij geven een echte voorstelling met de verschillende disciplines. De kinderen hebben heel hard geoefend. Alle juffen en meesters hebben een acte in elkaar gestoken. En wij gaan dat nu tonen aan de ouders, familie, vrienden van onze school. Zo'n voorstelling komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Ze zijn er in Borsbeek dan ook al een hele tijd mee bezig. In oktober van dit schooljaar hebben wij aangekondigd dat onze school, die De Klinker heet, Piccolini wordt. Dat is was een heel speciale boodschap die we aan de kinderen gaven. En vanaf toen zijn we stilletjes aan beginnen oefenen. Want de kinderen moesten toch wel de disciplines een beetje onder de knie krijgen. De gewone lessen gaan deze week dus niet door. Maar daar lijkt niemand echt mee in te zitten. Nu staat alles in het teken van het circus, dus wordt er heel, heel weinig les gegeven. Maar er wordt circusles gegeven, moet je maar denken. De kinderen zelf vinden dat ook niet erg? Er is niemand die dat erg vindt, denk ik, nee. Vrijdag en zaterdag sluiten de kinderen hun projectweek op een hoogtepunt af. Een echt circusoptreden voor een hopelijk overvolle tent.